De dienst Openbaar Vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft op vrijdag 6 maart een dependance geopend op Onverwacht in het district Para. Deze afdeling zal het openbaar vervoer in het district ordenen en controleren. Volgens Joyce Blokland-Weinstein, hoofd van het directoraat Transport en Communicatie, liggen ook dependances in Wanica en Saramaca in de planning. Nou, ik kom op het ministerie. En toen werd de opdracht gegeven dat we moesten ordenen de sector van de bussen. En bij de inventarisatie bleek toen dat er nooit een dependance was op Para. En dat bemoeilijkte het werk zo'n beetje. Dus vandaar dat we dus vandaag dit heugelijk feit hebben. Onze volgende dependance is in Saramaca, dichtbij Tijgerkreek. En in Wanica, maar de plek moeten we nog identificeren. Maar dat zijn de twee dependances die we willen openen. Vandaag zijn we hier voor de opening van ons dependance openbaar vervoer hier in Para. Het zal wel een beetje moeilijk gaan, maar het zal wel lukken. Wat wij hier vandaag openen is niet alleen in Para, gaat op meerdere locaties gebeuren in Suriname. Ik feliciteer de controledienst, ik feliciteer Para en ik feliciteer geheel Suriname. Ik ben ontzettend blij, volgens mij, mijn breed moren alas maja, hiermee echt. We leveren het gebouw op, compleet met een EBS en telesuuraansluiting. Mijn transport wil aan een ieder, die 30 mensen die vandaag zijn komen werken, willen we een goede samenwerking toewensen. Ze moeten samenwerken met iedereen. Ik heb een beetje zenuw hoor. Ja, dus we hebben onze uiterste best hier gedaan. En u ziet het zelf. Het is een heel mooi kantoor geworden. Blokland, zorg voor een stukje ordening. Met mijn team proberen we het zo goed als mogelijk te doen. Ik hoop alleen maar dat in die andere twee resorten, net als in Para, we ook een sponsor vinden die ons wil helpen om een unit op te zetten. Het kost veel geld. En we moeten het samen doen. En als er mensen zijn in de districten die ons kunnen assisteren daarmee, dan wil ik ze vragen om contact te maken met me. Vandaag hebt u gekozen vanuit het beleid van transport, het directoraat transport, om ervoor zorg te dragen dat er controle zal worden uitgeoefend op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. De vraag is ook, zullen de controleurs ook getraind worden om te weten hoe ook om te gaan, om weten hoe te praten ook met zowel de passagiers of de bushouders, ja, hoe ze te wezen op hun verantwoordelijkheden. En natuurlijk, de politie heeft ook een taak. Vandaar dus dat we blij zijn dat alle actoren vandaag hier zijn. De districtsraad, de resortraadsleden. Komen jullie met wetgeving, met regelgeving om dit district verder te helpen ordenen? Met deze dependance moeten we kijken. Dit is openbaar vervoer. Dat deel van openbaar vervoer, hoe kunnen we het vergemakkelijken? Hoe kunnen we de mensen makkelijker met elkaar in contact brengen? Hoe kunnen we van hier naar Kabendadorp gaan? Hoe kunnen we van hier naar Powaka gaan? Hoe kunnen we van hier misschien een ringweg situatie tot Kabendadorp, Afobakkaweg, Billington, Meursweg, terug naar Onverwacht? Hoe kunnen we de gemeenschappen met elkaar in verbinding brengen? Hoe kunnen we het commissariaat, Centraal Bureau voor Burgerzaken en andere overheidsdiensten dienstbaar maken voor de gemeenschap? En daarvoor is heel belangrijk jouw openbaar vervoer.
En directeur, ik ben blij dat dit er is. Omdat dit de aanzet zal zijn voor regulier transport in het district. We weten dat we zijn begonnen tijdens DC Miranda tijd met de pendelbussen. En de bedoeling was dat ze de binnenwegen van het district zouden aandoen. Ze hebben een tijdje dat ding gedaan. Nadien is dat ding als een concaster. Het is niet doorgegaan. De hele tijd is het doodgebloed. Op een gegeven moment, de man begint te doen de egisani. En dat kan niet. Als overheid moeten we strikt erop letten dat die regels worden nageleefd. Want dit komt ten nadele en het is ten nadele geweest van die bevolking. Daarom ben ik blij dat dat dependance jam. Er is nog zoveel dat we moeten veranderen. Maar we werken nu aan onze infrastructuur. We willen de haltes plaatsen. We hebben gekregen sponsoring voor bushuisjes. We waren laatst bij Assets, dat nieuwe ziekenhuis van Wanica. En ook daar heeft de directeur aangegeven dat ze een uitbreiding willen naar het ziekenhuis toe. En dat ze dus bushuisjes ook gaan sponsoren. Daarnaast moeten we kijken naar het rijgedrag van de mensen. Ik denk dat we er nog niet zijn. We zijn er helemaal nog niet. Omdat ik te veel personen krijg die geschorst worden omdat ze het bekende fenomeen op een fietsenpad reden. Van deze kant uit wil ik wel aan de buschauffeurs vragen om zich te houden aan de busvergunningsvoorwaarden. Vanaf volgende week gaan wij strak op het veld zijn. We gaan zichtbaar zijn. En als je van tevoren een waarschuwing hebt gehad, hoop ik dat ze naar me luisteren. Het is geen dreiging. Het is een verzoek. Toch? Dat die bushouders conform de vergunningsvoorwaarden rijden. Op een juiste wijze omgaan met de passagiers. Hun route uitrijden. En niet komen met, maar moet ik een break even. Of nou als man de bos stap drapen uit, dus moet ik een kort route. Ah nee, go. Je moet je route uitrijden, want de mensen langs de weg staan te wachten op je. En iedere keer dat ze een fout maken, krijgen wij een telefoontje. We zijn op het veld, mijn ogen, mijn oren zijn op het veld en we zien iedere dag wat er gebeurt op straat. De gemeenschap klaagt met opening van deze unit. We hebben ook al nieuwe mensen op Saramaka. En in Paramaribo gaan we dus de controle opvoeren. De bedoeling is dat het ministerie verantwoordelijk is en met name de regering voor goed openbaar vervoer. Dat betekent dat jij ook zal moeten controleren. En als je controleert en je hebt het bestand welke chauffeurs elke dag hebben gereden, dan kunnen we van daaruit aangeven van hey, zoveel subsidie moet worden uitbetaald. En dan kan het ministerie het ook uitbetalen, toch? Want dan weten wij precies, hey, kunt op maandbasis doen, kunt op kwartaalbasis doen. Wie heeft gereden en wie heeft niet gereden. Dat alles kunnen we dan in kaart brengen. Kunnen we altijd presenteren aan financiën om aan te tonen wie daadwerkelijk gereden heeft. En één ding wil ik ook zeggen. Als men subsidie wil ontvangen, moet de persoon, dus de vergunninghouder, aanwezig zijn om zijn vergunning, om zijn subsidie te ontvangen. Ik wil ook een beroep doen of een verzoek doen aan de bushouders die hun rekeningnummer nog niet hebben doorgespeeld aan het ministerie om het zo snel als mogelijk te doen. Zodat we dat bestand kunnen upgraden en het juiste bestand kunnen hebben in geval het ministerie zelf overgaat tot uitbetaling van subsidie.